Dames en heren, jongens en meiden, wat een leuke nieuwe video. Ja. Vandaag gaan wij de Eye Tracker Challenge doen met Jeroen. En dat heb ik nog niet gedaan en dat wilde ik nog graag doen. Dus dat gaan we doen. Jij gaat, ik ga de proef op de som op de proef. We gaan proeven naar sommen. Sommen proeven. Als jij faalt, hè? Ja. Dan is onze vriendschap gewoon voorbij. Dat weet jij. Want ik bedoel, er gaan bepaalde plaatjes voorbij komen. Ja, maar Harm. En ik wil niet dat jij daar naar kijkt. Ja, maar Harm. Ja. Boeien. Wat boeien? Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind het niet leuk als iemand naar mijn vriendin kijkt. Dus weet je wat? Ik ben over het algemeen heel observerend. Er gaat niks aan mij voorbij. Ik kijk gewoon naar alles. We gaan beginnen. Oké. Okay. Let's go. Wat doe je? Wat? Je kijkt naar haar kruis. Nee. Oké, nou, dat begon al lekker. Hey. Waar heb je het over? Wauw, heb je dit ooit gezien dat iemand zo gewoon met een stalen blik naar mijn vriendin kijkt? Hoezo, ik maak gewoon oogcontact. Oké, oogcontact. Ja, ben je er klaar voor? Dan gaan we naar de volgende. Go. Oh, thanks man, hey. Ja, je keek eerst naar mijn gezicht en dat waardeer ik. Oké, gaan we naar de volgende, let's go. Gast, jij eikel. Ook niet een klein beetje, echt gewoon boem. Gelijk naar de reet kijken. Laser focus. Ja, jongen, klootzak. Oh, een mooie drankcollectie. Ja, een mooie drankcollectie. Albert Heijn tasje. Ja, sick. Krullenbakkies. Ja, sick. Oké, ik vind het, tot nu toe ben je volgens mij 2 van de 3 heb je al gefaald. Ik ben een perverseling, Harm. Dat weet ik. Goed zo. Wat goed is zo, deze Jeroen. Foto? Is gewoon eens, ja, dit vind ik ook, dit ben ik. En dit is Naomi. Oh, I got some nice nipples right thanks, there. Thanks man, thanks. Oké, nou die was goed. We gaan door. Wat deed je daar? Dit is zo dom. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Gaan we dan. Ik kijk nergens naar. Je hebt er moeite mee. Oh. Dit had ik niet verwacht. Jij hebt er moeite mee. Oké. Nou, we gaan door. Dit is echt leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar de volgende. Let's go. 3, 2, 1. Ah, het lijkt net alsof ze iets in je anus steekt. Inderdaad. Hey, dat ben ik. Wat is dit? Ah, oh, dit is die. Die touch my body challenge. Oeh. Wat doe je nou? Oké, nou, je kijkt niet naar mijn anus, dus dat ben ik blij mee dat je dat niet doet. Dat was volgens mij wel het allereerste waar ik naar keek. Weet ik niet, ik weet het ook niet meer. Oké, let's go, we gaan door. Gaande, volgende. 2, en let's go! Wat is dit? Oh, we blijven. Oh, je kijkt naar haar sixpack. Dat vind ik niet leuk. Nou, ik kijk gewoon waar de vinger heen gaat. Wat zit je daar te lachen? Het ook aan je vriendin zo. Ja, vind die mooi. Vind die mooi. Vind ik niet mooi. Oh. Dit was op mijn primetime, dit. Oké, Jeroen, dit was de eerste test, ja? Ben ik geslaagd? Nee. Je bent niet echt geslaagd. Je bent keihard gezakt. Maar, kijk, dit was natuurlijk jouw kring. Ik bedoel, wij zijn jouw vrienden. Mm-hmm. Nu gaan we naar andere mensen kijken. Dus nu, je hebt nu mij al boos gemaakt. Mm-hmm. Nu ga je andere YouTubers en andere koppels boos maken. Alle carrièrekansen die ik misschien nog zou kunnen krijgen, ga ik niet meer krijgen. Ga er goed voor zitten, want we gaan beginnen. Kijk naar... Oh, dit zijn meerdere. Maar dit is letterlijk gewoon... Dit zijn gewoon, je keek eerst heel goed naar Jaren. Die staat prominent op de voorkant ook. Ja, oké, dat klopt wel. Als ik naar iemand wil kijken... Oké, nou, dat gaat al gelijk goed. Je kijkt naar Shahid, want je wil gewoon... Ik zie centen. Je wil centen. Oké, nee, is dat zijn vrouw of zo? Weet ik niet, denk het wel. Deze ging goed. Nee, dat zeg ik eerlijk. Je keek naar hem, je keek niet naar zijn geliefde. Dus ik denk niet dat hij boos is. Ja. Als hij wel boos is, dan krijg je binnenkort wel een... Dan koopt hij je kanaal en dan mag je nooit meer uploaden. Stuur die gewoon hem. Dan gaan we. Dat is... Femke Louise. Kijk je nou naar Tim? Vind je Tim leuk? Nee. Zo! Ja, Tim. Mooie knul. Mooie knul. Mooie kerel. Ja. Ziet er goed uit. Potige ja. mannen met baardgroei. Boom! Oh. Ja, deze, ik geef hem je. Oh. Je mag kijken, want dit is toch geen stijl. Ja, mooi. Kijk je naar een foto. Oogcontact. Oogcontact, juist. Strak, Mag ik eens kijken? Dat is die vriendin van die Stefan van de Stefan. Vries. En je kijkt precies naar het midden, oké. Ik inspecteer dat is wel slim. Even. Jij kijkt waarschijnlijk een beetje in je ooghoek, of niet? Je kijkt naar één punt en ondertussen kijk je in je ooghoek kijk je wat er gebeurt. Ja. Nee, slim. Nou trouwens, nee. Ik scan gewoon de hele pagina of zo. Ik kijk gewoon overal. Oké. Gaan we nog gaan. De vriendin van Roy. Dit is Roy's vriendin. Nou, mooi man. Deze deed je goed. Je ging echt zo langs het zwembad. Ging je zo naar de mooie lucht. En ging je zo mooi langs een kuit. Goed gedaan. Heel goed gedaan. Hm? Huh?
Wil je niet naar dat lekkere buikje kijken? Kom op, man. Wat een mooie man. Je mag, dat is een lekker kussentje, heerlijk. De tweede test is behoorlijk geslaagd, zeg je eerlijk. We gaan door naar de derde test. Wat gaan we nu testen? Gewoon willekeurige foto's? Willekeurige foto's. Oh, de klok. De klok. Hij kiest voor de klok, hoor. Ja, nee, absoluut. Je kijkt eens eerst naar de klok. Daarna boeit het niks meer. Waar je eens eerst naar kijkt... Eerste ingeving was de klok. Daar gaat het om. De klok. Oké. Hunks. Wat heeft die gast voor tepels, joh? Ja, what the fuck? Chantal Jansen. Katja Schuurman. Weet ik niet. Iemand. Geraldine. Oké, als je één van deze drie zou moeten kiezen, wie zou het zijn? Die was een keer mijn buurvrouw op Ameland. Ik bedoel, niet op Ameland tegengekomen, echt niet. Nee. Ze stond in haar badjas, hè, in haar tuin. Mooie gast. Vrouw. Mooie ik vrouw. Ben jaloers, man. Mooie vrouw. Ook een mooie vrouw. Oké, okay, we gaan door. Het is voorbij. Dat was je hebt het gehaald. Ik heb het niet gehaald. Nee. Ik heb het echt niet gehaald. De eerste test helemaal niet. De tweede test. De derde test. Ja, dat was gewoon een willekeurig iets. We gaan switchen. Oh, jij gaat ook nog? Natuurlijk. Ja. Zullen we eens even kijken of jij dit kan? Het is natuurlijk ook mijn beurt. Dus ik moet ook even voor het blok. Dat was duidelijk. Duidelijk. Ik wilde weten wie het was. En dat was Nina. De vriendin van Calvijn. We gaan door! Het is Logan! Oké. Die hebben volgens mij echt dikke ruzie trouwens, hè, die twee. Ja. Echt lijpe ruzie, ja, dat is niet normaal. Ja. Maar mooi meisje. Mooie dikke oorbel. Dat past wel iets heel mooi doorheen. Hier gaan we. Mooie tegels. Er zit dat schimmel tussen. Misschien moeten we even... Shahid. Ja. Shahid, kom even nieuwe tegeltjes leggen, man. Kijk, als je gewoon heel snel gaat. Kijk, jij gaat nu niks zien. Ik kan nu alles analyseren. Cup day. Go. Kijk. Cheese from the bacon. Hier. Strak. Ik kijk strak naar Cheese from the bacon, want dit is mijn grote held. Dat is het ook. Dit is de grootste baas van Nederland, jongens. Gaan we. En volgende. Wie is het? Die heeft echt kleine tepels. Zo dom. Dit is een hele knappe dame. Heel mooi. Hé, dat is Jeremy. Mooie ogen, Jeremy. Oh, wat staat die teen scheef? Wow. Flexibele teen. Oh, zit ondertussen op haar mobiel terwijl ze knuffelen. Zit op Tinder ondertussen. Wauw. Hoe durft ze? Kan toch niet? Ja, maar ik keek gewoon naar voren. Dikke vette pies. Dikke vette knockers. Big fat knockers. Oh, dit moet er echt allemaal uit. Nee, dit moet erin. Weet je wat daarin moet? Hm? Jongen, echt kap nou. Oké, dit is go. Niet grappig. Oh, dat is die chick van Jumig, die herken ik niet. Dikke vette. Echt hele dikke vette. Echt dikke vette pies. Ja, maar wat zijn dit voor foto's ook? Wie zijn dit? Oh, dit is Gerrit Joling. Ik dacht, wie is dit? Dat is de moeder van Gio. We gaan door naar de volgende test. Random foto's. Oké, ik ben benieuwd. Oh. Ja, ik koos goed. Hey, ik koos goed. Goeie. Ik kies links. Dat is mijn, sixpack, joh. Oeh, check die veins. Check die dikke bult in zijn broek. Nou, dit was hem alweer. Nah. Ja, maar jij werd vooral de proef gesteld. Ik moest gewoon weten of jij naar mijn vriendin ging kijken of nee. Nou, dit was leuk. Ik vond het een leuke video. Bedankt voor het kijken. Ik voel me heel erg betrapt. Ik voel me bekeken. Ik voel dat ik bekeken heb. Ja. Wow. Het moraal van het verhaal, want dat ga ik toch wel even zeggen, is je mag gewoon kijken. Kijken mag aanraken. Laat het niet zo moeilijk doen, jongens. Kijken mag gewoon. Ja. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Abonneer op mijn kanaal. Doei.